Zijn jullie fans van ons Koningshuis? Ja. Ja, ik ben... mijn favoriete koningslid, zeg maar, is Chouchou. De chihuahua van prinses Elisabeth. Maar dat beestje is spijtig genoeg overleden. Koningin Mathilde die met een stuk in haar kloten een shot gegeven dat er ook door de ruiten vloog op de pilouze van het paleis. En tuinman kwam juist af met zijn grasmachine, dus ja, kennen we. Maar voor de rest kunnen ze mijn kloten kussen, de koning. Herman, bij het kussen doe ik mijn ogen open, ja? Maar bij het beffen doe ik ze dicht. Want ik zeg altijd, als je een kut gezien hebt, dat is allemaal gezien. Stel dat jullie iemand zouden vermoorden, wat zouden jullie dan doen? Ik zou de oudste vrouw van België willen vermoorden door haar te verkrachten. En knip. Paardrijden, is dit voor jullie? Ik heb een paard gehad, ja. Ah, ja. Dat is gestorven op 2-jarige leeftijd aan, van ouderdom. Dat paard, dat Progredia, ken je dat niet? Dat was het enige paard in België met Progredia. Dat zit in het publiek trouwens. En zijn jullie fan van de kampioenen? Nee. Wel, Erik, ik vind de kampioen de verschrikkelijkste rotzooi die er ooit op tv geweest is. En iedereen die er al meedoet, zal in de kokende olie moeten smijten. En iedereen die er naar kijkt ook. Dat is verschrikkelijk. Volgende vraag. Komen. Een hond? Ja, dat is nee. Toch niet zo. Kevin ook niet zeker, hè? Nee. Nee. Alexander, jullie een hond? Nee, geen hond. En jullie? Hebben jullie een hond thuis? Eddie. Ja, juist. Ja, kan ook wel een paar trucjes zo. Bijvoorbeeld, als ik naakt om mijn huis loop, kan die een meter hoog springen. Maar dan moet ik wel eerst paté om mijn ballen smeren. Iedereen beeldt zich daar nu ook in. Nooit aan de kerk geweest? Ja, maar niet gedoopt, niet voor de kerk getrouwd, niet voor de kerk gedaan. Alle, voor dat. Gingen jullie vaak naar de kerk vroeger? Ja, ik ben katholiek opgevoed. Ik ben nog misdienaar geweest. Maar de pastoor heeft mij toen ontslagen, toen bleek dat ik heteroseksueel was. Ik heb gevoetbald. Ah ja, klopt. En mijn bijnaam was Het Genie. Ja. Het Genie. Ik ben dan gestopt met voetbal en ben schrijver geworden en die bijnaam is gebleven. Dag Herman, dag Ruud. Het is de eerste keer dat jullie samen zitten. Vinden jullie dat tof? Ik vind Ruud een klein van een vrouw en ik zit heel graag naast haar. Maar de straks was er wel iets raars. We liepen hier boven in een backstage in de gang. Enfin, Ruud liep een paar meters voor mij en ik zag iets zeggen op de grond. Didde. Ja. En ik heb geroepen, Ruud, uw pukkel is van uw voorhoofd. Nou, achteraf bleek gelukkig dat het niet zo was, maar van wat dat die pukkel dan is, dat weet ik niet. Dat iemand de pukkel kwijt is. Ja. En wat is jullie favoriete Indische gerecht? Een biefstuk van de heilige koe. Ik denk dat de jas van James Bond heet. Een bontjas. Zoveel weet jij toch eigenlijk niet van filmen, hè? En weet jij hoe dat ze James Bond noemen als hij anoniem verschijnt? Bond zonder naam. Ja, zo heel vreemd. Herman begint zoiets te zeggen en denkt van ja, er gaat zo'n vetzakkerij komen. En dan is dat zo'n heel lief, lieftallig mopje zo. Oh, dat weet toch, Erik, dat ik een lieve gast ben? Ja, dat is waar. Ja. Als ik een vetzakkerij verkoop, is dat omdat jij dat vrouw dan hebt. Verkoop zoveel mogelijk vetzakkerij. Dat is de afspraak. De voorwerking betaalt. Dan hier, dan gaan we niet spoepen over te komen. Ja. Ja, yes! Yes! Heeft jullie geslachtslid een naam? Ja, ik heb aan mijn lul, zal ik maar zeggen, de naam gegeven van de vrouw die mij ontmaagd heeft. En daarom heet mijn lul Tante Sonja. Wat vragen jullie van de kandidaten?
Van alle drie bedoel ik? Ja, de dokter hebben we al gehad. Siska is goed. Hè. Die heeft enorm veel seconden gescoord de vorige keer. We kennen elkaar ook heel goed. Ik heb Siska ooit in een van mijn boeken de zevende mooiste vrouw van België genoemd. Ja. En ze is ondertussen gestegen naar de vijfde plaats, want koningin Fabiola en mijn tante Sonja zijn dood. Tom komt uit Sint-Truiden. Zijn jullie fan van Limburg? Nee, ik vind het een achterlijke provincie. Nee, Ras komt van Antwerpen, Tom Waas ook. Antwerpen, daar een achterlijke provincie. Oost-Vlaanderen, dat is de provincie. Oost-Vlaanderen, ja. Ten slotte is ook Tom Waas. Tom Waas is onze favoriet, hè. Ja, sowieso. Ja? Er van één iemand in de zaal. Ja. Dos Cervezas was mijn openingsdans, hè, bij mijn tweede huwelijk. Dat kan ook niet langer duurt, hè. Wat moet zeggen, Tom en ik hebben een overeenkomst. Tom is duiker geweest, hè? Ja, klopt. Ik ja. ben ook nog duiker geweest, maar ben ermee gestopt, want tijdens mijn werk ging mijn sigaretten altijd uit. Dus als je kettingroker bent, nooit werk zoeken onder water. En de dingen die jullie niet meer zullen doen? Goh, wat ik niet meer ga doen als ik koud ben, is door sleutelgat kijken als mijn grootmoeder in bad zit. Die leeft nog, hè? Die is 103. Ja. En nog heel gezond. Ze is nu op cruise met haar nieuwe minnaar, Ahmed. A-C-H-M-E-D. Wat verwachten jullie ervan? Ik verwacht niet veel van Jan Bakkelands. Coureurs zijn meestal dommerikken. Hè. Ik vroeg eens aan Tom Boon, wie heeft het autobiografische boek Ik, Jan Kramer geschreven? En hij wist dat niet. Maar koers is wel een toffe sport. Hè. Ik heb ook nog gecoureurd bij de nieuwelingen. Maar het is een kwestie van tactiek ook. Hè. Ja. Mijn tactiek was derde rijden en dan de tweede voorbij steken, zodanig dat ik op kop ligt, hè, direct. Jawel, dat was mijn tactiek. Nee, ja, dan zit de tweede. Hè. Als je de tweede voorbij steekt, zit de tweede. Dat had meer nooit gewonnen. Maar ik ben al gestopt met wielrennen omdat ik niet mocht roken tijdens het koers. Oh, jury, hè? Jan? Ga je je laten afleiden door de jury of ga je heel gefocust op het spel? Nee, die doen mij niks. En hoe is het in de liefde? Veel gepoept. Ja. Herman, jouw hond Eddie, heeft hij nog nieuwe trucjes geleerd? Ik leer hem geregeld een nieuwe trucjes. Nu heb ik hem geleerd om zijn poot op te heffen tegen mijn tv iedere keer als er een politicus van N-VA opkomt. En dat lukt bij Jan Peumans, Theo Franken, Bart de Wever. Maar het lukt niet als Zuhal Demir op tv komt, dan kan hij niet pissen, want dat heeft een enorme stijving. Zus en baasken, hè. Zus en baasken. Nee, wat deden jullie toen jullie 22 waren? Oh, dan was ik ingangsexamen aan het doen voor de cholera uit. En toen ik 22 jaar was, heb ik voor het eerst een keer seks gehad. Echt waar? Ja, ik ben mijn tante Sonja er nog altijd zeer dankbaar voor. Hoewel dat ze wel in een coma lag in die tijd. Hebben jullie al eens iets overwogen? Wel, ik overweeg het. Ik zou wel... Ik zou dat ook doen. Dus inderdaad, een komiek in de zaal, hè. Nee, maar ik zou mijn navel en mijn anus van plaats willen laten doen. Dan kan ik mijn gat afkuisen zonder dat ik moet neerzitten. Zo. Goh, als het echt, echt spannend wordt en het misverstand wordt opgelost in de kampioen, dan loop ik buiten. Dag Bart, dag Herman. Wat verwachten jullie ervan vanavond? Goh, niet veel, hè. Twee Marokkanen en een acteur. Dat is dus precies de wachtzaal van de VDAB. Dat is de zin, hè? Dat is de zin, ja. Dat is wel waar, hè, ja. Zal wel komen, denk ik. Maar, ja? Denk ik wel, ja. Zeg je, Erwin, heb jij geen versiertrucs voor mij? Ik heb 100 versiertrucs voor jou, maar zou niet werken, denk ik. We hebben zo hun eigen variaties gemaakt. Het zal ook wel lekker zijn, hè. Ken je nog zo van die naamsveranderingen? Wel, in Gent loopt een gast rond en die noemt zichzelf Herman Brussel Mons. Dus om meisjes te versieren, hè. Ah, ja, ja. En in Techt heet die Dimitri Verhulst. Maar vier.
Ja, het is 7,6. Dan hier is het dichterbij. Ja, België is redelijk gelukkig. Hoeveel geef jij jezelf op 10 voor geluk? 8,5. Ja, dat is doordat je nu juist geantwoord hebt. Ja. Ja, dan stijgt dat natuurlijk. Hè. Nee. Hoeveel geven jullie jezelf? 2. 2 op 10? Alle hemmen. Ja. Ik ben lelijk, ik ben oud, ik ben vrijgezel, ik ben impotent en binnenkort ga ik sterven. Meer dan 2 is dan niet waard. Hè. De sfeer ziet goed. Wat gaat beginnen? We komen uit een lach. Ja, er komt een foto. Hè. Dit is ene Jaime, op Wikipedia omschreven als een bekende Spaanse acteur en playboy. En dat staat in schril contrast met zijn vrome zus. Wie was de vrome zus van Jaime die vorig jaar overleed? Kevin. Pas. Come on. Pas. Danira, baby. En het was een zus die overleed? Of ja, de zus is overleed. Ja. Het is een Belgische koningin geweest. Fabiola. Ja.